En dan nu talent uit Nederland. Een hele mooie dame vind ik persoonlijk. Ellen Janink, mocht je dat zeggen? Ja, natuurlijk. Ja. Welkom bij ons. Ja, dankjewel. In Vlaanderen. Waar woon jij? Ik kom uit uh, Nederland, Overijssel, en, uh, tussen Deventer en Zolle. Mm -hmm. En dat was hoe lang rijden naar Gent, waar wij nu staan? Uh, wij zijn toch wel ruim drie uur onderweg geweest. Mm -hmm. Dus dat was een behoorlijke afstand. En dan sta je hier in een tv-studio. Ja helemaal met in een, België. Ja, hè, met ja. een single die we graag zien voorbijkomen uh, bij ons. Hoe lang zing jij al? Ik zing al, uh, nou, vanaf uh, mijn vijftiende ongeveer. Veel in coverbands gezongen en sinds vorig jaar mei heb ik een uh, eerste single uitgebracht solo. Ja. Dus ja. Coverbands. Welke covers? Uh, covers van Anouk, uh, Tina Turner. Uh, ja, eigenlijk heel breed. Adele. Amy Winehouse. Dat zijn allemaal vrouwen met ballen. Ja. Uh, ik heb, ik, volgens mij, de meeste uh, reacties die ik op mijn uh, optredens hoor, is ook wel... Uh, je bent een zangeres met power. Ah. <laughs> ja. 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 Is dat ook uh, makkelijk om dat in het Nederlands te doen? Zo echt uh, met power zingen? Jawel. Je hebt ook uh, goede Nederlandse pop. Uh, ik combineer juist uh, de mooie ballads met pop, met rock. Uh, omdat ik eigenlijk niet in een ja, vakje geplaatst wil worden van alleen maar dit of alleen maar dat. Want ik heb een hele brede smaak zelf. En ik wil ook heel graag de mensen plezieren met een heel breed repertoire. Is dat jouw leven? Zingen? 100%? Of doe je nog andere dingen? Ik doe ook nog andere dingen. Vertel. Ik ben moeder. En, uh, dat ik... kan best druk zijn. Daar ben je best druk mee. Kinderen? Kinderen. Drie meisjes. Ja. Getrouwd. En uh, daarnaast heb ik ook nog een baan. Ik zit nog op kantoor. En verder is mijn grote passie en uh, redelijk werk nu ook uh, het zingen. Mm -hmm, ja. Heb je een bepaalde droom voor ogen? Zo van: kijk, daar wil ik Ellen Jannik staan. Dat is mijn droom. Nou, ik, ik, uh, ik, nee, ik leef eigenlijk, uh, laat ik zo zeggen, wat er nu op mijn pad komt: aan, uh, aan mooie optredens. Ik stond afgelopen weekend in een uitverkochte Amerika-hal in Apeldoorn. Uh, van het zomer uh, bij de TT nacht in Assen, een groot podium, uh, uh, mega Piratenfestijn heb ik er nu twee van gedaan. En hm. eigenlijk komt er iedere keer weer een optreden bij op mijn lijstje, waarvan ik zeg van, nou, dat had ik toch eigenlijk een aantal jaren geleden niet kunnen dromen dat ik daar zou staan. En ik hoop dat er zo nog meer op mijn pad komt. En wat nu de echte droom is, ja, ik zie het wel. Je ziet er ook zo gelukkig uit. Ja, ben ik ook. <laughs> ja. Ja. Kan je dat makkelijker zeggen in Nederland dan in Vlaanderen? Want hier is dat zo'n beetje alleen? Uh, nee, ik kan dat heel erg zeggen. Ik ben, ik ben gelukkig. Ik heb een, een fijne, stabiele thuissituatie. En uh, die laten mij lekker mijn ding doen. En uh, ja, ik geniet volop van mijn zingen, van mijn passie. En dat maakt mij heel blij. En daarnaast doe ik nog een beetje fietsen, mountainbiken, Een beetje sportief. Dus ja, Gezonde ik heb geest, een gelukkig leven. lichaam. Ja. Ja. We gaan jou lekker je ding laten doen, zoals jij dat zo mooi zegt, uh, op het scherm van Ment. En let vooral op de man. Volgens mij is dat een nieuwe man: Edwin van Hoeverlaak, producer van Willy Sommers in het liedje dat je zo net zag, maar ook van Ellen. Ja, klopt. Ja, dat is toevallig, hè? Dat is heel toevallig. Dat ja. moet een hele straffe meneer zijn, die producer. Ja, ik ben onwijs uh, blij met hem. Hij uh, weet precies wat ik wil uh, in, uh, in, uh, in de muziek, en hij is erg succesvol. Hij heeft met de Buma en dag een paar weken geleden de, meester, de Hollandse Meester Award gewonnen. Lang succesvol in het Nederlandstalige circuit. En uh, ja, daar heb je natuurlijk verschillende genres: folks, piratenmuziek, Nederlandse mm -hmm. pop. En ik ga voor de Nederlandse pop. pop. En daarin... Een vrouw met ballen. Ja. Ellen Jannik, dat moeten we zeker onthouden. Um, ik keek naar die uh, clip en jij laat je nogal verwennen hè, door die man. Ja, is wat, hè? Ja. Is dat zo of is het gespeeld? Het is gespeeld. Ja? Ja, ik, heb, uh, ik had een fantastische tegenspeler, maar hij speelt eigenlijk een beetje mijn mannetje. Vind ik ook. Een beetje het slaafje zo. Of niet? Vind je dat? Oh ja, <laughs> zo een En Nu echt wel verwennen zo. Ja, ja dat klopt. Ja? ja zo maar zo mannetje... leef je niet. Nou, ik heb, ik heb ook wel zo'n lief mannetje, maar het is niet dat ik, <laughs> dat ik me zo laat verwennen. Nee, gewoon op een gezonde manier. Maar uh, ja, de clip is wel redelijk uh, autobiografisch. Mijn uh, nummer, Jij gelooft in mij, mm -hmm. ja, wat en waarom, tekst ook. Waarom wou je het op plaat? Uh, waarom ik het op plaat uh, wou, ja, weet je, je zingt toch het makkelijkst uh, je eigen beleving. Kijk, mijn vorige singles uh, waren niet autobiografisch en als je daar echt je eigen gevoel vanuit je privé situatie uh, erin kunt gooien, dan... Volgens mij kun je het met nog meer passie uh, brengen bij de mensen. En hoe reageerde jouw partner toen je het voor de eerste keer liet horen? Ja, even slikken natuurlijk, nee. Hij, uh, hij was uh, ja, echt wel uh, content over de clip. En het is natuurlijk vreemd om je eigen vrouw met een andere man. Uh, ja. 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 Maar daar waren we voorbereid, dus uh, geen probleem. En de kinderen? Uh, die waren ook voorbereid en die waren vooral heel erg trots. Dus het was echt allemaal oké. Okay. Ja, en straks zal je hen vertellen hoe het hier was. In ja. Gent, in Vlaanderen, ja. bij MenTV. Succes met jouw carrière, heel tof om jou te leren kennen. Nou, vond ik ook. Erg uh, bedankt dat ik hier uh, mocht zijn. En uh, wie weet tot de volgende keer. Ja, hopelijk. Hou ons op de hoogte. Ja, dankjewel.